Goedemorgen, broeders en zusters, in de hier op deze Lectio Divina van donderdag, van de Easter Week van tijd door het jaar. En vandaag nodig ik u uit om binnen te treden in deze tijd, in deze liturgische tijd, tijd van door het jaar, waar wij het leven, het openbaar leven van Christus zullen aanschouwen en mediteren. Vooral door het evangelie van Marcus en vooral door het evangelie. En wij zullen de Christus niet meer als een kind, maar als een man. Die zijn missie, die zijn priesterschap beoefent en die nodigt ons uit om trouw te zijn aan het gebed. En een van de methoden van het gebed die wij beoefenen, die wij doen, is de Lectio Divina. Dus ik nodig u uit om ook trouw te zijn dit jaar in het gebed en ook in de methode van Lectio Divina. Artikel 19. De gemeenschap in familie. God is in familie, waar de Zoon en Heilige is. Dit is nog een nevenschikking, nog een fusie van de goddelijke personen. Het trinitair leven zelf is familiaal. De Zoon van God wilde geboren worden en incarneerde zichzelf in de schoot van een menselijk gezin. Door onze gemeenschap heeft de Heer de kerk een menselijk en christelijk familie. Hij wil in overvloed christelijke families aan de kerk en aan de wereld van vandaag geven. Wij mogen het bewustzijn van de waarde van dit geschenk niet verliezen. Dus de gemeenschap is één familie, zoals God één familie is. Maar is geen fusie van de drie mensen, van Vader, Zoon en Heilige Geest. Nee, het is een circulatie van liefde onder hen. En ieder heeft een missie. En bij een familie, ieder heeft ook zijn kleur, zijn gezicht, zijn missie. En wij proberen deze geest te bevorderen onder ons. Een familiaal geest onder ons. En wij zien ook, wij aanschouwen ook dat de kerk in familie is voor ons. En wij behoren aan deze familie. En als leden van één familie willen wij het goede doen. Niet alleen te denken naar onszelf, maar naar de anderen. Ook bieden en iets doen voor de leden van onze familie. En het is mooi, in elke plek, in elke plaats waar wij zijn, voelen wij de aanwezigheid van de kerk en voelen wij dat wij aan een familie toebehoren. Maar het is ook een uitdaging. Zijn plaatsen van de wereld dat onze familie heel veel leidt. Bieden wij voor, zijn wij aandacht. Weten wij dat? We zijn geroepen om ook deze geest van familie geven aan ons gebed en aan ons gezin. Niet alleen bieden voor onze persoonlijke intenties of van onze kring, van onze familie en vrienden, maar voor de hele familie, dat de kerk is, alle christenen. Dus een uitnodiging voor mij en voor u en voor ieder van ons. Uit de brief aan de Hebreeën. Broeders en zusters, luistert naar wat de Heilige Geest zegt. Heden, als hij zijn stem hoort, wees dan niet halstarig, zoals er steeds bij het oproep op de dag van de uitdaging in de woestijn, waar uw vaderen mee hebben uitgedacht en op de proef gesteld, ofschoon zij mijn werk gezien hadden, 40 jaar lang. Daarom werd ik toorn op dat geslacht. En ik zei, altijd doordwaalt hun hart. Mijn wegen hebben zij niet willen kennen.
en ik heb gezworen in mijn gramschap. Nooit zullen zij ingaan in mijn rust. Zorgt ervoor, broeders en zusters, dat onder u niemand zo slechte en trouweloze gezindheid heeft, die leidt tot afval van de levende God. Spreekt elkaar moed in, elke dag, zolang dat heden duurt, zodat niemand zich door de zonde tot zulk een halstarigheid laat verleiden. Want wij zijn Christus deelgenoten geworden. Mis wij ons aanvankelijk vertrouwen, ongeschonkt bewaren tot het einde. Woord van de Heer. Wij danken God. Tot het einde. De schrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest, vraagt ons om waakzaam te zijn, om elke dag trouw te zijn. En niet voor onszelf, niet voor onze persoonlijke roeping, maar ook voor de gemeenschap. Elke dag spreekt moed in, zolang dat heden doet. Zolang u leeft met jouw broeders en zusters, met u moed in spreken. Moeten wij ons aanmoedigen, elkaar dragen. Wij gaan niet alleen naar de hemel. Wij gaan veilig als wij, als gemeenschap, wandelen. En wij hebben elkaar nodig. Als wij moe zijn, of triest, of teleurgesteld, hebben wij een woord van moed, van kracht, van hoop nodig hebben. Wij gaan zeker deelgenoten van Christus worden, als wij ook elkaar aanmoedigen met goede daden, met heiligheid. En wat de Heer vraagt voor ons, is waakzaam te zijn, om niet deze rijkdom, deze schat te verliezen. Onze roeping, onze doopsel en de eenheid met God. En dus trouw te zijn, waakzaam te zijn, maar niet alleen voor ons. Ook over de anderen. Over mijn broeders en zusters. Psalm 95. Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen. Neerknielen voor hem die ons schiep. God, hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, of schoon zij mij daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dollend volk. Zij kennen mij wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zijn rust bij mij. Uit het Heilige Evangelie volgens Marcus. Er kwam eens een melaatste bij Jezus, die op zijn knieën viel en hem smeekte. Als hij wilt, kunt hij mij reinigen. Door medelijden bewogen, stak hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem. Ik wil, word rein. Terstond verdween de melaatsheid en hij was herenigd. Terwijl hij hem wegstuurde, vernamde hij hem met klem. Zorg ervoor dat hij aan niemand iets zegt. Maar ga u laten zien aan de priester, en offer voor u reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven. Om ze het bewijs te leveren. Eenmaal vertrokken, begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen. En ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk
in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwam de mensen van alle kanten naar hem toe. Dus Jezus bleef aan het genezen. Jezus is de dokter van de dokter. Hij is de grote dokter van de ziel. En hij gaat deze melaatsen genezen. In de vertaling in het Portugees staat geschreven dat Jezus was woedend. En dan heeft hij gesproken. Ik wil word rein. Deze gevoel van Jezus, hij was woedend, maar vol van medelijden. Deze houding van Jezus heeft ook een betekenis voor ons. Waar is een wil, is ook een weg. Als wij willen, kunnen wij het. We gaan studeren, we gaan werken, we gaan vragen, we gaan vechten. En we willen ook te hebben wat onze doel is. Deze melaats had de doel om rein te worden. En Jezus heeft de doel om te genezen. Ieder van ons. En wat is onze wil? Daar is kracht. Gebruikt uw wil voor het goede. Gebruikt uw wil voor het gebed. Gebruikt uw wil voor de eenheid van de kerk. Gebruikt uw wil om heilig te worden. Om een mooie familie te maken. Voor de eenheid van uw familie. Om mensen te helpen. Om heerlijk te zijn. Om rechtvaardig te zijn. Gebruikt de kracht van uw wil. En bid met een nederig hart. En dan, uw wil en genade is een explosie van heiligheid, van goedheid. Gebruikt uw wil in de juiste plaats. Voor een goede doel. Gebruikt uw wil om het koninkrijk van God hier al op aarde en waar u bent te bouwen. Gebruikt uw wil. En de wil van de Heer is ons te genezen, ons te beminnen en ons te brengen naar God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.